Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video, welkom bij deze nieuwe serie. Ik heb hier een boot liggen en deze boot die moet opgeknapt worden. Dus dat ga ik in deze serie doen. Deze serie wordt iets anders dan de andere series. Hier ga ik echt uitleggen wat ik doe en hoe ik alles... hoe ik alles eigenlijk opknap, zodat jullie thuis dat ook kunnen doen. En dat jullie de informatie ontvangen die jullie nodig hebben om een boot op te knappen of iets anders. Nou, zo meteen zie je een lijstje in het beeld wat de afleveringen zijn, wat ik allemaal per aflevering ga doen aan een boot. In deze aflevering ga ik de boot helemaal schoonmaken en ga ik alles demonteren. Denk aan het demonteren bijvoorbeeld aan een spiegel, aan alle schroefjes en alle ogen die er zijn, alle kikkers die erop zitten. Die ga ik demonteren, maar eerst moet die natuurlijk helemaal schoongemaakt worden. En ik ga even inspecteren wat allemaal gerepareerd moet worden met polyester en met het glasvezel. Dus dat ga ik in deze video doen. Nou, ik ga nu eerst de boot schoonmaken. Dat doe ik gewoon met wat water. En met een bezem, nou, stel je hebt een set waarmee je auto schoon kan maken met goede borstels, kan je dat ook gewoon gebruiken, maar ja, dat heb ik niet. Dus ik ga het gewoon met een bezem doen. En wat water. Eerst maak ik even de boot helemaal nat. De boot is nat, dus ik ga even lekker doen. Nou, sommige delen gaan gewoon heel makkelijk ervan af. Sommige gewoon niet, maar ja, dan moet je even wat harder en wat langer boenen. Nou, je ziet al direct dat het... het gaat er nu best wel makkelijk af. En je ziet gewoon direct al dat het veel schoner is. Ik laat even de andere kant zien, dan zie je het verschil. Kijk, hier zie je de andere kant ook. Dat is gewoon echt een heel groot verschil. Het ging er best wel makkelijk af. Dus daar ben ik blij mee. Hoef ik niet veel druk en energie erin te steken. Dat is nog best wel een kutklusje. Maar nu ga ik gewoon de rest doen. Ik heb geprobeerd om de boot zo schoon mogelijk te maken. Maar ik laat wel even een before en after zien. Want hij is wel echt een stuk schoner. Sommige dingen kreeg ik er niet af, sommige viezigheid. Sommige wel heel makkelijk. Maar hoor dat met het schuren gaat dat er ook nog wel af. Nu ga ik de boot omdraaien en ga ik de binnenkant schoonmaken. Nou, zo ziet de binnenkant eruit. Ah, hiervoor heb je dus een vakje, die gaat dicht. Hier een hele grote scheur, die moet dus helemaal gemaakt worden. Als jij een boot koopt en je bent nog een beginner, ja, koop dan niet een boot die helemaal zo'n grote scheur heeft. Want dat is heel moeilijk om te maken. Maar dan ga ik gewoon laten zien hoe ik het doe. Ook kleine scheurtjes, zit ook nog een gat in het romp. Dus genoeg werk aan de winkel. Maar ik ga nu de binnenkant schoonmaken.
Oké, de binnenkant heb ik ook schoongemaakt. De vloer, er zat eerst allemaal zwart, rubberachtig spul. Was wel heel erg hard, plasticachtig spul zat erop. Nou, je ziet wel hoe groot die scheur is. Dat is helemaal van een vier, helemaal zo door daarheen. En dan zit hier ook nog een stukje een scheur. Dus het is een aardig grote scheur. Nou, die moet dus helemaal, helemaal dichtgemaakt worden. Nou, daarvoor, daar komt een paneel voor. Dan is die ook dicht. Wat ik nu ga doen, ik ga al de kikkers, daar zo het, daar ook nog meer. En hier zo het, roeispaan dolhouders heet het volgens mij. Die ga ik ook afhalen. Al deze, ja, bouten en schroeven. Die ga ik allemaal eraf halen. En daarna ga ik gewoon de boot omkiepen. En dan gaat het water eruit. Dus nu even alles demonteren. Oké, al het dekbeslag is nu ook af. Ik heb alles eraf geslepen. Sommige schroeven kon ik er niet uithalen, dus die heb ik helemaal plat geslepen. Nou, dat is dan eenmaal zo. Ik laat nu even alle reparaties zien die er moeten gebeuren. Zoals hier. Hier zat eerst een kikker en ja, hier zit nu ook een scheur. Hier ook, die moet gerepareerd worden. Je hebt het grote gat hier zo in het midden. En dan heb je hiervoor. Die moet even mooi gemaakt worden weer. Dan heb je aan de andere kant volgens mij. Daar zo, dan heb je een gat. En dat moet dus nog allemaal gerepareerd worden. In de volgende aflevering ga ik de boot schuren. En helemaal ready maken om polyester te worden. Ik weet niet of ik dat dan ook ga doen, maar dat zie ik dan wel. In ieder geval, ik wil allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze allereerste aflevering van deze serie. Vind je dat nou een leuke serie? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer om geen één aflevering te missen. En ja, dan zie ik jullie weer bij een nieuwe aflevering. Bye!